Aan tafel zit Hans Klevers, professor in de moleculaire genetica, en Ruben van Bokstel, onderzoeker bij het Prinses Maxima Centrum voor Oncologie. Samen brachten zij zo'n uur of twee geleden baanbrekend nieuws in het toonaangevende wetenschapsmagazine Nature. Zij tonen daarin voor het eerst aan dat een specifieke bacterie darmkanker kan veroorzaken. 1 op de 5 mensen draagt dit bacterie bij zich. En wij weten nu, bij een preventieve screening kan dikke darmkanker voor die gevallen voorkomen worden. Dit moeten we goed en zorgvuldig vertellen. Want veel mensen schuiven nu naar het puntje van hun stoel. Het gaat over de E. coli-bacterie. Dat hebben we allemaal, volgens mij, hè? Ja, ja, heel kort. Wij hebben enorm veel bacteriën bij ons. Die zijn belangrijk. Waarschijnlijk meer bacteriën dan we zelf cellen hebben. Mm-hmm. Duizenden soorten waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. E. coli is de meest bekende. En het onderzoek startte eigenlijk door een jonge Spaanse onderzoeker in mijn laboratorium, Cayetano, die daar zit. Mm-hmm. Die had Welcome. Gelezen over een coli, hè, een E. coli, dus een hele bekende bacterie. Die van de ene kant gebruikt wordt als huistuin- en keukenmiddeltje, verkocht wordt op internet als een probioticum. Hè, goed voor allerlei darmzwaren. Maar waarin de wetenschappelijke literatuur ook al was beschreven, die coli, die bepaalde stam, zoals we dat noemen, als je die bij menselijke cellen brengt, dan zie je dat het DNA breekt. En dat is niet goed. Dat, nee. dat heet in wetenschappelijke termen genotoxisch, dus giftig voor het genoom, voor DNA. Mm. En dat was eigenlijk voor ons de aanleiding om te gaan zoeken van, nou, wat gebeurt er vervolgens? Want als DNA gebroken is, kan die cel niet verder. Die gaat meestal dood. Dat is niet zo erg. Dan wordt die vervangen. Maar als die het probeert te corrigeren, dan zou die daar wel eens foutjes in kunnen maken. En DNA of kanker ontstaat door foutjes in DNA. Ja. Dat was de aanleiding. Ja, duidelijk. Toch even in mijn eigen woorden. Niks te nadelen van je uitleg. We hebben allemaal dat E. coli-bacterie in ons. Er is een variant op dat E. coli-bacterie. Dat hebben 1 op de 5 mensen in zich. Die variant is soms gevaarlijk. Hè? Ik leg het nog steeds goed uit. Je kan je nu laten onderzoeken of je die variant van dat bacterie hebt. Heb je die, dan is er eigenlijk een simpel antibiotica en dan ben je er vanaf. Dit wisten we gisteren voor de publicatie eigenlijk niet. Er zijn 15.000 mensen per jaar die darmkanker krijgen. 1.500 daarvan, daar heeft deze bacterie waar we het over hebben, waar jullie het over hebben, aan bijgedragen. Dat is 10%. Ja. Ja, dat is hoog. En het is de eerste keer eigenlijk dat er de rechtstreekse link wordt gelegd tussen kanker van welk soort dan ook, en een bacterie. Virussen kunnen dit wel doen, bacteriën niet. En we hebben eigenlijk laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar even nog voor mijn begin, we gaan erop in, hoor. Dus stel, je gaat naar de dokter, je zegt, ik heb die uitzending van De Wereld Draait Door gezien, heb ik dat bacterie, dat specifieke bacterie, 1 op de 5 mensen nogmaals heeft het, ja, dan is er niet nu een zoektocht naar een medicijn daarvoor, zie je het coronavirus. Nee, een gewone antibiotica volstaat en je bent er vanaf. Ja, in principe zo. Dat moet dan wel getest worden. Dus er zijn heel veel middelen waarmee je E. coli uit je darm kan verwijderen. Daar zou je dus de kwalijke E. coli mee kunnen verwijderen. Dan vervolgens komt er weer een coli terug, want die hoort daar. En dan zou je dus moeten zorgen dat je een goede terugkijkt. Dat is niet zo moeilijk. Dus al die handelingen en middelen bestaan. Maar er moet geëvalueerd worden of dit inderdaad een belangrijk genoeg bijdrage aan darmkanker levert om de kosten te gaan maken. Dit zou je voor de hele bevolking moeten doen. Je zou moeten testen, die test bestaat. Je zou dan moeten behandelen met antibiotica, die bestaan ook. Even Ruben van Bokstel. Er zitten nu mensen, deze bijsluiter moet je altijd vertellen, denk ik, als je over kanker praat. Er zitten nu heel veel mensen te kijken die met kanker geconfronteerd worden. Zelf of in hun familie of bij vrienden. Ook met darmkanker, want dat is een veel voorkomende kanker in Nederland. We hebben het hier over een doorbraak. Dit is volstrekt nieuw. Dat betekent, denk ik, veel voor de mensen die het eventueel zouden kunnen krijgen. Ik denk dat het minder betekent voor de mensen die nu last hebben van darmkanker, of dat klopt, ja. Ja. Dus wat we eigenlijk hebben aangetoond is, als die bacteriën DNA beschadigt, dan moet dat gerepareerd worden. Dat laat littekens achter in dat DNA. En die littekens die veroorzaken eigenlijk die verandering in DNA die kanker drijven eigenlijk. Dus inderdaad, het heeft niet zoveel effect meer voor de mensen die nu kanker hebben. Maar het zou preventief inderdaad een belangrijke doorbraak kunnen zijn. Ja, en nog even, 1 op de 5 mensen, dus ook in deze studio, heeft dat ene bacterie, die variant daarvan, van het E. coli-bacterie, die kan gevaarlijk zijn, hoeft dat niet te zijn. Nee. Waar ligt dat verschil in? Ja, dat is iets wat we nog moeten onderzoeken, denk ik. Dus inderdaad, 1 op de 5 mensen hebben die bacterie, maar 10% van de mensen met darmkanker, die krijgen de kanker die datzelfde litteken laat zien als die bacterie. Dat is iets wat we nog moeten onderzoeken. Dat is nu nog gissen waar het door veroorzaakt wordt.
waarom het uiteindelijk kanker wordt. Ja. Maar het is wel zo, we kunnen, die bacterie heeft een extra stuk DNA. We hebben hier een mooi plaatje overigens van. Die heeft een extra stuk DNA bij zich, vergeleken met de normale. Moet je even uitleggen wat we zien. Ja? Komt die. Nou, hier zien we een darm van de binnenkant, zoals zo'n gastroenteroloog dat zou zien, door de scope. Hier zie je, als je een beetje inzoomt, die bacteriën liggen tegen die binnenkant van de darm aan. Hè. Die uitstulpsels zijn cellen, hier zijn de bacteriën. Je kan de linker bacterie hebben, dat is een normale coli. En je kan ook de variant hebben, die heeft iets extra DNA, dat zien we hier. Een stuk of 10 extra genen. Samen maken die een stofje colibactin, staat hier. Mm-hmm. En dat is een carcinogeen, dat hebben wij laten zien. Dus die scheidt iets uit, wat rechtstreeks het DNA van de host, van de patiënt foute boel draagt, beschadigt. Ja. En mogelijkerwijs tot de kanker leidt. Ja. Dit resultaat heeft natuurlijk te maken met jouw eerdere werk, waarin je dus stamcellen kweekte buiten een mensenlichaam. In dit geval heb je natuurlijk darmen gekweekt, waarop je eindeloos onderzoek kon doen, zodat je uiteindelijk tot dit resultaat gekomen bent. Dit zijn nu darmen. Het is nog geen maag, het zijn geen longen, het is geen lever. Die kankers kennen we ook. Zou dat kunnen betekenen dat er ook bacteriën invloed hebben, bepaalde bacteriën die we ook in ons hebben, op leverkanker of longkanker? Jazeker. Ik denk dat nu weten we hoe zo'n litteken eruit ziet en kunnen we ook gaan zoeken in andere kankers. Van, vinden we soortgelijke littekens of net andere varianten die dus inderdaad kunnen duiden op dat bacteriën dat veroorzaken? En dat zou dan mooi weer getest kunnen worden in de organoïde. Ja, want de proef is heel simpel. We keken bijvoorbeeld een mini-maagje. We doen daar Helicobacter. Is gerelateerd aan maagkanker. Doen we daar een aantal maanden gewoon, in. Ik ben van het Jeugdjournaal. Ja. Even rustig dat het allemaal begrijpen. We groeien een mini-maagje. Dat kunnen we al heel lang. Hebben we hier ooit verteld. Zeker. Daar brengen we met een fijn naaltje één bepaalde bacterie waarvan we denken, die is kwalijk. Mm-hmm. Dat is in de maag, die heet die Helicobacter. Die veroorzaakt maagzweren en ook maagkanker. En dan kunnen we dat een paar maanden volhouden. En dan kunnen we dat mini-maagje uit elkaar halen. Dat geven we aan Ruben, die analyseert de DNA. Die ziet de veranderingen die opgetreden zijn door die bacterie. En dan weten we vervolgens, in de maag, die bacterie, die Helicobacter, die veroorzaakt weer een ander type litteken, maar is ook kankerverwekkend. En er zijn 4-5 andere bacteriën op dit moment al verdacht van dit soort eigenschappen. Mm. En dat kunnen we nu gaan testen. En is het eigenlijk makkelijk om bij mensen te testen of ze het hebben? Of ze die bacterie hebben? Dat is heel simpel. Dat is een net als coronavirus nou aangetoond wordt. Dat is je speurt een extra stukje DNA op. Dat heet een PCR-reactie. Ja, dat is een vrij simpele test. Maar als 1 op de 5 mensen dat heeft, dan is misschien wel jullie ambitie om dat preventief te... Ja, nou, we kennen natuurlijk de mensen van het bevolkingsonderzoek in Nederland die dat opzet. En het is een hele logische stap om daar, we gaan hopelijk mee te gaan samenwerken. Die krijgen dus feces, poep, van een bepaalde bevolkingsgroep, maar heel breed. En daar kun je gaan kijken, zit die bacterie erin? Ja. Dan zien we voor het eerst... Ik doe eraan mee. Doe je er zelf ook aan mee, trouwens? Ja. Nou, dan leef je een stukje ontlasting inderdaad in. Je krijgt wel heel snel resultaat. Dat is een formidabele organisatie, dat het gelukkig goed is. Maar ze controleren tot voor vandaag nog niet op dit bacterie. Nee, daar wordt bekeken of er gewoon een faculteit bij. Er wordt bekeken of er bloed van jou in zit. Dat betekent dat er waarschijnlijk een tumortje ergens in je darm zit. Maar je zou ook heel makkelijk kunnen kijken, zit deze bacterie erin? Ja, maar dat bedoel ik, dat doen ze tot nu toe dus nog niet. Nee, maar die test, dit stond niet op het netvlies van de gemiddelde arts, dat deze bacterie kwalijk was. Toch even, ik praat tegen de mensen die het bedacht hebben en uitgevonden. Hoe groot is deze doorbraak? Dit is de eerste keer dat we laten zien hoe een bacterie direct kanker kan veroorzaken. Ik denk dat dit een hele grote doorbraak is. Want we weten nu hoe die bacterie het doet. En dat zou inderdaad consequenties hebben voor andere bacteriën. Als we weten hoe die bacterie die kanker veroorzaakt, dan zouden we natuurlijk kunnen bedenken van hoe kunnen we dat voorkomen? Of op screenen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kunnen we misschien het stofje onschadelijk maken? Ik denk dat het een hele grote doorbraak is. Ja. Merken jullie, het staat nu twee uur online. Ik weet niet wat de snelheid in de wetenschappelijke wereld is, maar ik neem aan dat Amerika, weet ik veel wat, allemaal collega's van jullie die ook met kankeronderzoek bezig zijn, meekijken, meeluisteren. Hebben jullie al reacties gekregen? Nou, ik heb al wel op congressen het verhaal verteld en heb al wel reacties gekregen uit de hele wereld van, 3 keer al, van artsen die deze bacterie geven om patiënten te helpen. In een trial, een formele klinische studie, die nou zegt, ja, maar wat u nu zegt, ik doe iets slechts. Ik ga kanker veroorzaken in plaats van dat ik die patiënt aan die trial is gestopt. Dus, en er lopen op dit moment een stuk of 10-12 formele klinische onderzoeken om te laten zien dat deze bacterie een gezond effect heeft. En hij is dus kankerverwekkend.
Even, nogmaals, omdat ik het niet zo goed in kan schatten. Wat gebeurt er nou eigenlijk morgen in de ziekenhuizen? Mensen die dit onderzoek willen, die naar dit programma kijken... die denken, ja, maar goed, misschien ben ik een van die vijf. Ik denk het zelf eigenlijk al, terwijl ik met jullie praat. Laat ik hier even snel onderzoek naar doen. Nou gaat het over risico op kanker. Kijk, als je rookt, heb je niet de volgende dag longkanker. Als je lang in de zon zit, heb je niet meteen huidkanker. Het is niet zo dat als je die bacteriën bij je hebt... heb je een hoger risico, schatten wij in, op darmkanker. Dat is niet alsof dat morgen gaat gebeuren. Dat is ook een heel lang proces. 10 jaar of zo. Maar ja, ik hoop dat dit op een gegeven moment opgepikt gaat worden... en in een bevolkingsonderzoekachtige setting... Ik begrijp u even niet. Wat is het proces van 10 jaar? Als een normale cel een kankercel wil gaan worden... dan moet die over 10 jaar achter elkaar een aantal DNA-veranderingen accumuleren. Ja. En die bacterie versnelt dat, want die maakt ze ook... Ook andere processen kunnen ze maken. Mm. Maar gemiddeld schat men in dat het ongeveer 10 jaar duurt... van een gewone cel tot een polyp, tot een wat malignere versie... en uiteindelijk tot een full-blown kanker. Daarom is dat bevolkingsonderzoek zo fantastisch. Want je kan de polypen opsporen, voorstadium. Die kan je heel makkelijk verwijderen. En dan is je klok eigenlijk weer op nul gezet. Ja, ik probeer je altijd te begrijpen. Maar mag ik nog één ding vragen? Want u vroeg mij net of ik wist wat probiotica is. En toen zei ik uit van die drankjes... Ken ik dat, want daar wordt een soort reclame mee gemaakt. Maar is nou ook die hele industrie gelijk om zeep met die uitvinding? Nou, er is één product waar deze bacterie, die specifiek met deze bacterie adverteert. Ooit in de Eerste Wereldoorlog uit een Duitse soldaat geïsoleerd. Die nooit diarree kreeg, dus dat was gezond. Dat bedrijf zal zich wel op zijn hoofd moeten krabben nu. Of ze dit wel nog in de markt willen zetten. Wat is het volgende orgaan dat jullie nader gaan bekijken? Dit waren de darmen. Daar is het gewoon dankzij briljante studenten mee begonnen. Je zou toch... Ik bespeur ook een bepaald soort drift. Enthousiasme. Ja. Dus wat we heel goed gebruik kunnen maken nu is... er zijn hele grote datasets gegenereerd over de wereld eigenlijk... van DNA-volgorde die opgehelderd zijn van verschillende kankers. Mm. Verschillende organen, ook kinderkanker. Die gaan we nu afspeuren. Dus we gaan heel systematisch al die data afspeuren... om te kijken, vinden we nog meer van dit soort littekens... die we kunnen gebruiken. Het kan een hele grote consequenties hebben. Mm. Het is trouwens wel zo dat... De bacterie kan vroeger al de mutaties gemaakt hebben, de DNA-verandering gemaakt hebben. Het hoeft niet te betekenen dat je die nu nog steeds hebt. Dus je kunt wel screenen voor de bacterie. Maar dat betekent niet dat je niet ooit een keer een mutatie kan hebben gehad, DNA-verandering van die bacterie, eerder in je leven. Dus dat is wel iets waar we ook over na moeten denken, hoe we dat gaan gebruiken. Net als je gerookt hebt, dan blijf je nog vele jaren daar, neem je dat mee. Ja. Dus er zijn nog heel veel haken en ogen die... Ik ga niet alles, maar ik denk dat het belangrijkste erop. Ik dank jullie zeer.